Hi, ik ben Angelique Versluis. Ik zit hier in de studio in Hilversum. En ik wil je voorstellen aan Gerard Ekdom. Hi Angelique. Hi, leuk dat je er bent. Ja, nou, ik was er toch. Leuk dat jij er bent eigenlijk, dus zeg maar dan. Ja, vind je? Ja. Leuk. Zeker. Okay. Nou, hey, ik wil eigenlijk graag weten, wij willen allemaal graag van jou weten, hoe ziet jouw normale werkdag er eigenlijk uit? Nou, niet echt heel normaal. Nee, hè? Nee, het is heel apart. Het is, ja, goh, hoe zou ik het zeggen? Ik begin, ochtends even met internet checken, alle mail en even nieuws en nog meer nieuws en nog meer nieuws, want ik ben een nieuwsgierig mens. En dan rijd ik zo rond 10 uur naar de redactie en dan bereiden we even Ekdom voor. En dat is dan van 12 tot 2. En daarna is het, ja, eigenlijk stopt het nooit. Ik ben s'avonds, s'nachts, ja, op hele vreemde tijden ben ik nog aan het werk. Maar ja, nu zit het tv-programma bij, dus moet ik daar heel veel redactioneel dingen voor doen en voorbereiden. En als we een vrijdag hebben wij 2 bands. Skunk & Nancy komt en Sam Sparrow. Dus we hebben zoiets van oké, een beetje voorbereiden. Dus er is altijd wel iets te doen. Het stopt nooit. Ik ga zo naar de muziekredactie en dan braak ik morgen. Want daar is die. No, I said it's true. I can feel the love. Toen jij 14 was, toen was jij eigenlijk al bezig, hè? Met DJ'en. Ja, dat mijn derde al eigenlijk. Jij wist eigenlijk altijd al dat jij dit wilde doen. Ja. Maar stel nou, je was geen DJ geworden. Waar stond jij nu dan? Ja, goeie vraag. Ik zei altijd, als ik geen DJ word, dan ga ik in de platenwinkel werken. Maar ja, het is geen droog brood meer te verdienen natuurlijk. Dus dat wordt niks. Ik ben een tijdje bloemist geweest. Best goed was ik. Oh ja? Boeketten, biedenmeiers, kerststukjes. Wat leuk. Flowers en shit. Ja. En wat mijn ouders hadden, bloemenzaak. Dus ik was daar heel handig in. Dus ik weet niet of, om nou te zeggen dat ik bloemist zou zijn geworden, dat weet ik niet zeker. Ik had geen idee gehad wat ik dan wel zou moeten. Het moest iets met muziek zijn. Ja, ja, want je bent altijd met muziek bezig. Ja. En vooral nu in deze tijd zijn er heel veel programma's op televisie met muziek. Hè? Met Popstar en The Voice. Ja, talentenjachten bedoel je. Talentenjachten. Echte muziekprogramma's. Wat die vind zijn jij daarvan? Ja, ik ben er helemaal klaar mee, eerlijk gezegd. Ja? Echt helemaal klaar mee. Ja. Ik kijk The Voice ook niet. Ik weet niet hoe het werkt. Maar dat komt ook omdat ik tegelijkertijd op de radio ben. Dus ik denk, fuck you. Kom op nou, luister naar ons. Niet kijken naar dat programma. Dat is niet leuk. Je moet luisteren naar ons. Dus ja, ik zelf ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Ja. Het is helemaal uitgekoud principe. Het is klaar nu. Ja, ja, het schijnt ook dat er heel veel nieuwe talenten komen. Maar vind jij dat ook? Zijn het ook echt nieuwe talenten? Nee, want het is een jaar en dan is het klaar. Dus je hebt een jaar om je als artiest te bewijzen. En dan, als het dan niet gelukt is, dan ben je gewoon fucked. Dus dan is het gewoon... Kijk, zo'n Ben Sanders... Ja, zijn eerste cd, dat werkte. En die ene hit ook. Maar nu komt zijn tweede uit. Ik weet het niet. Ik weet niet over drie jaar nog van Ben Sanders horen. Snap je? Dus kijk, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de beste singer-songwriter van Nederland, wat Giel presenteerde, waar ik trouwens jury was. Dat was gewoon 1-op-1 muzikant, spelen, niet sms'en. Nee, gewoon, wie is hier goed? Waar zien wij iets in? En dat, nou ja, dat was gewoon puur. Het ging om de muziek en niet om... geld verdienen. En dat zijn al die programma's wel. Je krijgt allemaal een wurgcontractje. Ja. En dat is het dan. En dan moet je tekenen. En dan moet je muziek uitbrengen waar je misschien zelf helemaal niet achter staat. Dat was bij dat programma niet. Dus ja, dat vind ik dan wel een goed voorbeeld van hoe het ook kan. En wat maakt het een nieuwe band voor jou bijzonder? Als ze iets doen wat er nog niet is. Iets bijzonders. Gewoon eigen geluid hebben. En gewoon heel goed zijn. En dat kun je, ja, soms moet je dat opbouwen. Duurt dat jaren. Maar er zijn ook artiesten waarvan ik denk, zo, deze heeft wat. Dit is iets, hier gaan we nog vaak van horen. En soms denk je dat en dan hoor je nooit meer wat. Kan ook nog. En top 3, dat doe je nu. Ja. Is het, was het leuk zaterdag? Ja, het was de eerste, dus het was spannend. We hebben het vrijdag opgenomen. En het is even zoeken natuurlijk, het begin. Dat is de eerste aflevering. En, maar het was heel leuk. We hadden Ilse Lange, we hadden Kensington, daar zijn ze weer. We hadden nog een Serious Talent Band en... Als het een vrijdag wordt, het helemaal spannend. Dan hebben we gewoon 2 internationale bands. En ik heb al gehoord van iedereen dat ze het helemaal te gek vinden. En dat er eindelijk weer eens een muziekprogramma op tv is. Gewoon een muziekprogramma. Verder in de tv, Fort Boyard. Dat presenteer jij ook. Het is Zou toch je wat? Mee durven doen? Nee. Nee? Nooit van zo lang als zijn leven. En waarom niet? Ik heb hoogtevrees. Heel erg. Als ik op een stoeprand loop, word ik al duizelig. Als ik in een diep bord kijk, word ik al draaierig. Nee. Ik heb een gigantische hoogte. Ik moest dus op een gegeven moment Grat Damen moest bungee jumpen. En die durfde niet. Maar ik moest dus naast hem staan op die plank
Ik hield me groot, maar ik was dus echt, ja, het is een medetje of 10, 12. Dus ik zat in een succes, gehad, je kan het, je kan het. En ik hield me echt aan de reling, dat moet er echt heel lullig uitgezien hebben. Maar op dat moment zat ik iemand aan te moedigen. En tegelijkertijd dacht ik, ik zit nou hem wel als een soort psycholoog op hem in te praten. Maar ik zelf zou het nooit van zijn leven durven. Nee. Doodsbang. Dat is ook knap, ja. Om dat te kunnen. Ja, hè? Iemand aanmoedigen, als je het zelf niet durft. Precies. Wanneer ben jij nou echt tevreden? Ja, als ik er zelf een goed gevoel van heb over iets en iedereen blijkt dat ook te hebben, dan heb ik wel een goed gevoel. En is jouw hoogtepunt van je carrière al bereikt of komt die nog? Ik zelf denk elk jaar, dit is het. Ja. En dan is het jaar daarna weer vetter geweest of weer nog erger. Dus ik denk dat ik er nog niet ben. Okay. Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Nee? Nee. Mooi. Wat zou je ons als studenten als tip willen meegeven om hier in deze branche te komen werken? Als je een doel hebt in het leven, dan moet je hem nastreven. Hoe dan ook. Ik wil er maar één ding. Ik wil bij de radio. Dat is mijn doel. Het maakt niet uit wat er voor me kwam, of wie, of wat dan ook, of wat ze zeiden in mijn omgeving. No way, daar wil ik heen. Als je dat doet en je streeft het na, dan lukt het je. Okay. Waar een wil is, is een weg. Dus als jij bij de tv wil werken, dan ga je bij de tv werken. Zo moet je denken. Je moet niet zeggen, ja, maar daar heb je een kruiwagen. Helemaal niet. Je gaat daar werken. Klaar. En dan lukt het je. Trust me. I could feel it.